Welkom bij Vogelen met Limosa. Ik was bij de Zevenhuizerplas boven Rotterdam. En dat is een van de beste plekken in Nederland voor deze schitterende vogel, de baardman, het baardmannetje. Die hebben we één keer eerder gezien bij het Eemmeer, maar niet zo mooi als nu. En het was ook niet zo mooi weer als nu. Windstil, zonnetje, daar houden deze schitterende vogels van. Ja, verbluffend mooi, hè? Dat bruin, kastanjebruin. Koffie, grijsblauwe kop, schitterende snorstrepen, gele oogensnaveltje. Heel erg mooi. Dat is het mannetje en het vrouwtje mist blauwe koppie en de snorstrepen. Ze worden in de vogelboekjes vaak bij de mezen gezet. Ja, hier is een vrouwtje. Maar het zijn helemaal geen mezen. Ze vormen een eigen familie, de baardmannetjes, met maar één lid, het baardmannetje. En ze lijken natuurlijk wel wat op meisjes vanwege die bolle lijfjes en lange staart. En hier zie je een paartje. Heel leuk naast elkaar. Broeden er in Nederland tussen de 1500 en 2000 in de uitgestrekte rietvelden die ons land rijk is. En ja, hier is het rietveld niet eens zo heel groot, maar met mooi weer. Het moet wel met mooi weer zijn, want ze houden niet van wind. Ja, dan kun je ze bijna niet missen. Je hoort ze overal zo ting ting ting, hoor je ze door het riet gaan en nou, we hadden geluk. In de winter dan eet ze rietzaden, in de zomer insecten. Ze passen hun spijsverteringsstelsel eraan aan. Daarom blijven ze hier het hele jaar door. Schitterende waarneming. Aan de andere kant van de Zevenhuizerplas ligt de Eendrachtspolder, ook een hele mooie plek om vogels te kijken. En daar was dit paardje pijlstaarten. Die zijn niet zo heel algemeen in dit deel van het land. De meeste zitten in de delta of rond het IJsselmeer en Waddengebied. Ook een hele mooie eend, onmiskenbaar het mannetje, dat zie je wel. Het vrouwtje lijkt nogal op dat van de wilde eend, maar de staart is vaak puntiger en de snavel is zwart-grijs. En deze vogel is een van de meest miskende eenden in Nederland, vind ik. Hier het vrouwtje en hier het prachtige mannetje, de krakeend natuurlijk. Hele algemene vogel, maar van dichtbij is hij fenomenaal. Met dat geparelde, geschubde verenkleed op de borst en dan die mooie witte spiegel aan de zijkant. En nog een schitterende, ja, een beetje roest, kastanjekleurige vlek op de vleugel. Echt een heel erg mooie eend, vind ik. Nou, dat was het voor deze week. Blijf vooral kijken en tot de volgende keer. Dag!